Mij is gevraagd om u kort te onderhouden over de relatie tussen verwondering, wel een schitterend onderwerp, en wiskunde. Oei, wiskunde. Wiskunde en verwondering, werkelijk, gaan die twee samen? Ik bedoel, wiskunde, dat is toch saai en moeilijk? En wat verdient het? En wat is het meer dan rekenen en meten enzovoort? Wel, laat ik proberen om u te overtuigen van het tegendeel. En ik zal het doen aan de hand van een wiskundig verhaal. Ik noem het een verhaal omdat het eigenlijk op die manier kan gepresenteerd worden. Laten we aan beginnen. Het is een mooi verhaal, echt waar. Het begint zeer onschuldig met dit. Wat heeft u hier? Een bord van 8 op 8. 8 rijen, 8 kolommen. Dus in totaal 64 velden, 8 x 8. En dat is rekenen, maar daar ga ik het dus niet over hebben. 64 velden en that's it. Dan denk je, wel, moet ik daarmee aanvangen? Wat is daar nu interessant aan? Wel, laat het ons wat uitdagender maken. Neem eens aan dat we twee hoeken van dat bord als onbereikbaar verklaren. Ik heb ze hier aangeduid met een blauw kruisje. Als je wil, moet je jou inbeelden dat je die hoeken er hebt uitgezaagd. Dus ze maken geen deel meer uit van het bord. Dat is de kwestie. Goed. Uiteraard zeg je ja en dan. Nu hebben we een beschadigd bord. Is het dan nu zo fantastisch? Wel, neem eens aan dat ik u bovendien ook nog domino-stenen geef. Hier in het rood aangeduid. En zoals je kan zien, één domino-steen bedekt juist geteld twee velden van het bord. Oké. Als ik even terugkeer naar het oorspronkelijke bord, ja, dan is het evident dat je dat bord, dat je dat bord kunt vullen met die domino-steen. Ah ja, ik bedoel, elke rij telt 8 velden. 8 is 4 x 2, netjes 4 domino-stenen na elkaar. De rij daaronder opnieuw, de rij daaronder en zo het veld vol. Dat is triviaal. Maar ik u niet meer lastigvallen. Maar met die twee hoeken eraf, kan je de vraag stellen, is het nog altijd mogelijk om dit veld volledig te bedekken met domino-stenen? En uiteraard zonder overlapping, we gaan niet onnozel doen. De zaken netjes houden, naast elkaar. Aansluiten, perfect. Op het eerste gezicht heb je geen reden om te denken ja of nee. Dus, wat doe je dan? Je probeert het uit. Goed. Je probeert het uit en je krijgt dit. Dat ziet er goed uit. Dus de eerste steen, je legt er een steen naast, daar een steen naast. Oei, nu heb je maar eentje over, maar dat is geen erg. Die leg je verticaal en nu ga je de andere richting uit. En dan weer verticaal. En je ziet, aha, dat zou moeten lukken. Je bent hoopvol en je gaat er tegenaan. Meer zelfs, je ziet een patroon opduiken. Namelijk dit patroon. Je bent van boven begonnen, naar beneden, terug verder, terug naar beneden. En zo blijf je heen en weer gaan. En dat gaat allemaal prima, totdat je hieruit komt. Want je zal zien, hier raak je in de knoei. Er is één vakje dat overblijft. En eronder, dat helpt ook niet, want in plaats van 8 velden heb je daar nu nog maar 7 velden. Dat wil zeggen, daar kan je wel 3 stenen opleggen, 3 x 2 is 6, en dan blijft er weer eentje over. Met andere woorden, op dit punt aangekomen merk je, oei, ik zit in de knoei. En wat nu? Wel, even terugkeren, sorry, even terugkeren. Je kan natuurlijk zeggen, ja oké, als je ze op die manier legt, lukt het niet. Maar neem nu die eerste, ik heb die nu hier horizontaal gelegd. Ik had die ook kunnen verticaal gelegd hebben. En dan krijg je toch andere mogelijkheden. En jawel, dat klopt. Als je nagaat hoeveel mogelijkheden je hebt om die domino-stenen op dat veld te leggen, wel, ik kan u verzekeren, dat zijn er heel wat. Dus, begin er maar aan. Om ze één na één allemaal uit te proberen. Maar ik ga het u nu al zeggen, je hoeft daar geen tijd aan te spenderen. Want ik zeg u nu al, elk van die pogingen zal mislukken. Met andere woorden, het kan niet wat je ook probeert. Kijk, nu is het normaal dat je denkt, hoe kan hij dat nu weten? Ik bedoel, heeft hij ze misschien allemaal uitgeprobeerd?
Jawel, dat zou kunnen natuurlijk. Maar wees gerust, ik heb daar geen tijd in gestoken. Want ik vermoed dat een aantal onder u, die gevolgd hebben tot nu toe, al het idee moeten gehad hebben dat hij toch iets raars deed in het begin. Hij liet ons dit zien, 8 op 8. En hij zei, een bord, 8 rijen, 8 kolommen. Waarom heeft hij niet meteen gezegd dat dit iedereen toch, of zo goed als iedereen, doet denken aan een schaakbord? Zeg dan toch schaakbord. Het was bewust gedaan, ik geef het toe. Want wie dat gedacht heeft, zonder het zich misschien te realiseren, had daardoor de sleutel in huis om dit mysterie te kraken. Wat? Ik herneem mijn bord met de 2 ontoegankelijke hoeken, nog altijd met het blauwe kruisje aangeduid. Maar ik heb er nu een schaakbord van gemaakt. We hebben witte velden, we hebben donkere velden enzovoort en mooi alternerend. Misschien is het nog niet zo evident om nu te denken, ja, maar wat helpt ons dat nu? Ik bedoel, ja, nu weten we dat het een schaakbord is en bovendien is dat schaakbord nu om zeep, want je hebt er 2 hoeken uitgezaagd. Maar wat schieten we daar nu mee op? Nu komt de kracht van de wiskunde naar boven. Want deze figuur hebben we ook al gezien. Zij het uniform. Geen donkere en witte velden, maar allemaal witte velden. Door die bijkomende informatie, namelijk dat we nu witte velden hebben en donkere velden hebben, volstaat het om eens goed te kijken naar deze dominosteen. Wat valt erop? Het is zo triviaal als maar zijn kan, maar het is een sleutel, zoals ik zei. Wat valt erop? Die dominosteen bedekt een donker veld en een wit veld. En hoe je een dominosteen ook zou leggen op dit bord, als die 2 velden afdekt, dan zullen die 2 velden van verschillende kleuren zijn, wit en donker. Dat kan je uitproberen, dat zie je zo trouwens. Ja, oké, en dus weet je dat, ja, en dan? Wel, ten eerste, de uitleg die ik nu zal geven, kan ik geven zonder dit blad. We hebben dat niet meer nodig. Ik kan de armen vouwen en u nu louter een denkproces meegeven. En het gaat als volgt. Oké. Een dominosteen dekt een wit en een donker veld af. Dat wil zeggen, als ik het schaakbord met de hoeken eraf volledig zou kunnen bedekken, dan heb ik evenveel witte velden als donker velden afgedekt, vermits elke dominosteen er eentje van elk afdekt. Dus moet het aantal witte velden gelijk zijn aan het aantal donkere velden bedekt door de domino's. Ja, oké. Maar hoeveel velden telt ons beschadigd schaakbord? 64, oorspronkelijk, met 2 hoeken eraf. Dus 62. Maar die 62 velden bestaan uit, jawel, 32 donkere velden plus 30 witte velden. Want de 2 hoeken die weggegaan zijn, hadden dezelfde kleur. Ze waren allebei wit. Dus je hebt witte velden tekort. Of beter, en dat is correcter nog, het aantal donkere velden is niet meer gelijk aan het aantal witte velden. Hadden we echter het bord helemaal kunnen bedekken met dominostenen, dan zouden ze gelijk zijn. Gelijk zijn en niet gelijk zijn is een tegenspraak, dus het kan niet. Kijk, dat is toch geniaal. Zoals ik zei, ik had zelfs de tekening niet meer nodig. We kunnen nu louter redeneren. Oké, we stellen ons misschien nog wel mentaal dat bord voor, maar welk specifiek bord dat is, maakt absoluut niet meer uit. Nu kan je zeggen, oké, ja, goed, dat is een knappe vondst. Dat is, ja. Maar er is meer. Er is veel meer. Want, vertrekkende van dit resultaat,
weet ik nu meteen ook een aantal dingen meer. Bijvoorbeeld, in de redenering, wat was er cruciaal? Dat het aantal velden met witte kleur niet gelijk is aan het aantal velden met de donkere kleur. Hoe bereik ik dat? Door twee velden weg te nemen van dezelfde kleur. Dat is het enige wat ik moet doen. Dus, moet ik per se... Is het zo? Oké, anders moet je maar je hoofd draaien. Moet ik daarom per se de hoeken wegnemen? Ah, nee. Als ik bijvoorbeeld dit zou doen. Voilà. Hetzelfde bord van daarnet, het schaakbord dus, 8-8. Prima, alles in orde. Maar in plaats van de twee hoeken, zijn het nu twee willekeurige velden, maar van dezelfde kleur. Mijn redenering van daarnet blijft staan. Zou je het hele veld kunnen bedekken met domino-stenen, behalve die twee dan? Dan moet het aantal witte velden gelijk zijn aan het aantal donkere velden. Maar omdat ik twee stukjes heb weggenomen van dezelfde kleur, zijn de donkere velden niet meer, het aantal donkere velden, excuseer, niet meer gelijk aan het aantal witte velden. Punt. Dus je mag er al gelijk waar twee uithalen als ze maar dezelfde kleur hebben. Maar er is meer. Uiteindelijk gaat het erom dat het aantal witte velden, het aantal donkere velden, de ene keer gelijk is aan elkaar, als we het vanuit de domino's bekijken, en niet gelijk is aan elkaar als we het bekijken naar het bord zelf. Het formaat van het bord heeft in die zin geen enkel belang. Dus, een ongelooflijk groot schaakbord, geef toe, 16 op 16, 256 velden. Ik daag u uit om nu met domino-steentjes uit te zoeken of er een mogelijkheid is om heel dit bord, dat is geen schaakbord meer, om dit bord te bedekken. Het zal u niet lukken, want u weet waarom. We hebben de redenering gemaakt, die is ook hier van toepassing. Het mag zelfs een bord zijn van 100.000 op 100.000. Dan moet je toch gek zijn als je zou willen steentje per steentje uitzoeken. Kan dit nu? Het kan dan ook niet meer. Dus laat vallen. Maar het is ook niet nodig, want je weet dat het niet kan. Stopt het daar? Oh nee. Wat we nu weten is, als ik twee velden wegneem van dezelfde kleur, dan lukt het mij niet meer om het bord te bedekken. Daaruit volgt niet dat als ik twee velden wegneem, tadaa, van verschillende kleur. Wat dan? Er volgt zeker niet dat als de velden die weggenomen zijn verschillende kleur hebben, dat je dan zeker het bord kunt bedekken. Daar moet je over nadenken hoor. Het enige wat je weet tot nu toe is, als de twee velden dezelfde kleur hebben, gaat het niet. Dus het enige wat je weet is, als het lukt om het helemaal te bedekken, kan het niet zijn dat de twee velden die je weggenomen hebt dezelfde kleur hebben. Oké? Maar nu is de vraag, ja maar, en als ze verschillende kleur hebben, lukt het dan altijd? Kan ik het altijd bedekken? Wel, dat is alles behalve triviaal. In die mate zelfs, dat het een wiskundige stelling geworden is, waaraan een naam vasthangt, de naam van Gomori. Dus dit is al niet meer triviale wiskunde, dit wordt al interessante wiskunde om te laten zien, ja, het is altijd mogelijk. Kijk, snap je nu waarom ik durf beweren dat verwondering en wiskunde wel degelijk samengaan? Dat genot van met een probleem geconfronteerd te worden, zien dat er een oplossing is, maar die heel omslachtig is en eentonig en langdradig. En dan die vondst doen van dat schaakbord, van die velden een kleur te geven en daarmee te redeneren. Een sleutel die je meteen inzichten geeft in andere problemen die ermee te maken hebben. Je ziet meteen hoe je het kunt veralgemenen. Je kan naar gelijk welk bord gaan van op gelijk welke omvang, het maakt niet uit. En meteen. Dat probleem opgelost zijnde, krijg je een volgende probleem. Ja, maar kan dat nu altijd? En kijk,
Je komt aan wiskunde uit, waarvan wiskundigen zelf zeggen, ja, dat is echt wel de moeite waard, zeg. Kijk, als dat proces geen verwondering opwekt, dan weet ik het echt niet meer. Maar het wekt wel degelijk verwondering op.